dus, ja. Je bent een klootzak, jongen. En dit staat op de film. Ga jij hier staan voor de lol? Klootzak. Het is gewoon kut hier. Ladies and gentlemen, can I please have your attention? I've just been handed an urgent and horrifying news story. And I need all of you to stop what you're doing and listen. Hier hoorden we niet te zijn. We moeten naar Boekarest. Een uur later dan gepland zijn we alsnog in Boekarest. En dat komt omdat we in Craiova van piloot moesten wisselen. Daarom zijn we geland daar. We zijn nu op het vliegveld. En de enige manier om aan een taxi te komen is via dit systeem te bestellen. Maar het zit eigenlijk best wel tegen, want geen enkele taxi is beschikbaar. Dus dat wordt wachten. Nou, we hebben er één gevonden hoor. Rechtstreeks vanuit het vliegveld naar de thermen in Boekarest gegaan. En het is echt zo chill hier. Je kunt hier overal zwemmen, loungen, drinken, van de glijbaan af. En het is maar 4 kilometer van het vliegveld af. Het is dus echt een aanrader om hier meteen naartoe te gaan. Maar met de taxi kost het maar 3 euro om hier te komen. Staan de fietsen die we gehuurd hebben en daarmee crossen we door heel Boekarest. Het is alleen nog wel een flink gedoe, want de stad is zo groot dat er eigenlijk niet wordt gerekend op fietsers. Dus je moet echt uitkijken waar je fietst, maar uiteindelijk kom je zo wel een heel eind, omdat de stad is zo enorm groot dat het bijna niet te lopen is allemaal. Die fiets die kun je 45 minuten gebruiken en daarna moet je voor 15 minuten ergens parkeren. Dus we zitten nu op een terras omdat we over 15 minuten pas weer verder kunnen. En dat doen ze zodat er altijd voor iedereen ergens een fiets beschikbaar is. Maar zo waren we bij het House of Parliament, het op één na grootste gebouw ter wereld, na het Pentagon. Maar ja, dan moesten we dus na 10 minuten alweer weg omdat we die fiets weer moesten parkeren. Dus dat is wel een dingetje. En bovendien zijn de wegen hier ook totaal niet ingericht op ons Hollanders die eventjes komen fietsen. Village Museum en dat gaat over de geschiedenis van Roemenië met allemaal oude huisjes en oude klederdracht. En het kostte ons maar 4 lei om hier naar binnen te komen omdat we zeiden dat we student waren. En 4 lei, dat is nog geen euro. En ja, wel leuk om te zien hoe ze hier vroeger leefden. Vind je het een mooi museum? Ja, heel erg goedkoop. Ja. Daar gaan wij naar boven.